En dat was wel de startschot. Dat betekent dus dat we officieel aan zijn begonnen. Zijn begonnen met de mannenmotorbike voor 60 minuten wedstrijd. Over iets minder dan 2 minuten, dan zullen ook de Masters van start gaan. Mooie helm. Hier voorin. Dat ben ik niet aan de kant zetten, Marijn, hè? Ben je aan het kopen, joh? Kom op, Joris. Kom op, Joris. Goed zo, top. Kom maar wacht. Goed. Goed gaan, maar kom op bij jou. Wat is dat? Jon, het is goed gevallen. Oh. Ja, gewoon zo krabben en zo. Wat dat doen, hè? Hop, hop, hop! Kom aan, Sam, er naartoe, hè? Hop, hè, rijd er naartoe, kom op! Nee, maar ze zo kiks, hè? Ja, man. Maar goed, Pitty. Ja, komt ie aan. Ja. Op de ijs! Maar het was wel een leuk rennersveld. Is er een goeie, hè? Te rijden tussen een duo aan de leiding. Aan de leiding hebben we nog 2 ronden te rijden. We zagen dus de passage van Bart Kennis samen met Sebbegus van Kessel. En daarbij zat natuurlijk nog Thomas Fiester. 2 ronden zijn er nog te doen. We gaan de bel laten luiden voor de laatste ronde. We kijken hier naar de doorkomst, de passage van Sebbegus van Kessel. Met in de achtervolging Thomas Fiester. En ook is onderweg natuurlijk naar de doorkomst Bart Kennis. De bel uit voor de laatste ronde. De belletje bij natuurlijk voor de laatste ronde. Die weer natuurlijk de ontknoping, de binnenkomst van niemand minder dan...
Zoals gisteren ook zijn we dan ook binnenkomen. Heb je nog niet gezien op de... Ja, ik zag hem in één keer aankomen en ik dacht, hè, wat is hem? Ja. Kessel. Hij toch wel even bij. Ik denk dat het over je. De wedstrijd voor Stijn van Brugge. Samen met Nino van den Heuvel. Op een keer voor Thomas Vista. En jullie gaan het podium voorzien van de felicitaties en ook natuurlijk van de bloemen. En wij als publiek gaan natuurlijk ook van ons laten wachten. Een applausje klinken. De fotografen gaan een mooie foto maken. Uw applausjes, dames en heren, voor Bakker, Sam Gutsen, Kessel. En uiteraard weer naar Thomas Vista. Nou, hier kijken, dat je